De belangrijkste natuurbeheerders van de duinen zijn niet mensen, maar konijnen. Verlaten holen worden broedplaatsen voor bijvoorbeeld de bergeend. En ook de tapuit maakt daar zijn nest. Ze bemesten bepaalde plekken in de duinen met hun keutels, de zogenaamde latrines. Konijnen zijn echte grazers. Ze grazen het gras kort en zo krijgen andere planten juist de kans om door te groeien. Zoals bijvoorbeeld het duinviooltje. Deze opvallende plant met gele bloemen is giftig. Het is het Jacobskruiskruid en de konijnen laten deze plant dus staan. Konijnen eten alleen de smakelijke planten, waardoor deze giftige plant nu alle ruimte krijgt om te groeien. Toch is er iemand die juist wel van het Jacobskruiskruid leeft. Deze opvallende rupsen zijn van de Jacobsvlinder. Ook deze vlinder heeft dus veel aan konijnen te danken. Het konijn is dus een belangrijke biotische factor in het duinecosysteem. Konijnen zijn eigenlijk exoten en leven hier pas sinds de komst van de Romeinen. Zij namen konijnen mee als appeltje voor de dorst. Konijnen hebben het heel lang heel goed gedaan in de duingebieden. Toch zijn ze kwetsbaar. Vooral voor virusziekten. Waar de konijnen verdwijnen, verandert de natuur ook meteen.